Zondag in Autowereld gaan we naar Amerika voor een ultieme dosis Cars and Coffee. Komt hier achteruitrijdend een carbon Bugatti Veyron, getuned door Mansory en gouden wielen. Ja, dat is een auto van zomaar 3 miljoen of meer. Yeah, woke up, but I gotta go back. Tell mama I ain't no slack. I'ma make it in this world, I'ma show you girl my fall, but I ain't gonna tax. Tom Coronel rijdt met een nieuwe Honda CR-V die bijzonder dieselnieuws onder de kap heeft. Zo bijzonder dat een diesel ineens niet alleen interessant is voor de zakelijke rijder, maar nu ook voor de particulier. Het zomerweer loopt op zijn einde. Tijd om het schoeisel van je auto te wisselen. Samen met rijvaardigheidsexpert Leo Krippendorf kijken we naar het hoe en waarom van winterbanden. Ford heeft zijn Fiesta een krachtkuur gegeven en het is daarmee meteen één van de leukste hothatches op de markt. Hij is verslavend. Hij stuurt scherp en snel. Hij klinkt geweldig en hij heeft een elektronisch sperdiff en torque factoring, zeg maar een soort van hogere aandrijfkunde. En klassieker-expert Nico Aaldering heeft ditmaal een bijzondere Italiaan. Geen Ferrari, geen Maserati, nee, een snelle Lancia. Maar het dashboard, alles is toch zo simpel als maar kan. Het is altijd simpel. Het zit hem in de techniek en het zit hem in de vormgeving. En ik heb altijd het gevoel van dashboard, ja, er moet nog wel een dashboard in, maar laten we er niet te veel aandacht aan besteden. Als gewoon die klokken weer heel mooi zijn. Maar de Engelsen die maken daar hout in, die maken er eigen feest van. Terwijl dit gewoon heel eenvoudig is, maar wel mooi. Dat alles aanstaande zondag 5:30 op RTL 7 hier in Autowereld. Autowereld wordt mede mogelijk gemaakt door TW Steel. Big in oversized watches.